verborgen leegte. Geëmotioneerd met gemengde gevoelens. Terugkijkend naar 50-jarig bestaan, moeilijkste wijk. Omringd door 3 straatnamen. Industriestraat, Alexanderstraat, Julianastraat. Moeilijkste wijk met eigen cultuur en eigen verhaal. Herinneringen zorgen voor een strijd. Herinneringen, littekens van verleden. Met zoveel vragen, zoveel gedachten, zoveel tranen, zoveel leegte. Zoveel dingen te verbergen, zoveel dingen geheim. Zo bang dat iemand het zou merken, zodat zij het voelen, die pijn. Na zoveel jaren, verlangend naar een onzichtbaar doel. Verborgen leegte, met en zonder gevoel. Alles verandert, maar verbetert daarom nog niet. In die goede oude tijd waren we gelukkig met een iets en met een niets. Wij leven in het nu, niet in het verleden. Maar toch hebben wij herinneringen nodig. Voor een leven in het heden. Dankjewel, Francine, voor dit mooie gedicht. Geheel naar aanleiding ook van het boek voorgeschreven. Eigenlijk hebben we verder niet zoveel op het programma staan dan dat u kennis kunt nemen van het boek. Als u het besluit om aan te schaffen, dan is dat ook de mogelijkheid om daar het boek... Ik zal even de omgeving nog eens wat duiden aan het boek. Even degene die de dieven heeft geslagen is Amy Keidel, dus ook applaus voor hem. En aan de muur hebt u werken, ziet u de werken van Anna Gorter, Likke Tompessie. Die ook een bijdrage heeft geleverd aan het boek. En daarvoor nog wat herkenbare spulletjes die iets met de Molukse cultuur, dan wel de Molukse gemeenschap in onze geschiedenis hier naartoe zien staan. Daar kunt u ook kennis van nemen. Ik wil in ieder geval het formele gedeelte hierbij afsluiten. In ieder geval ook met een dank voor uw aandacht. Ik wil het afsluiten met een aantal regels.